Dit is een bespreking van de Vesuviusbrief van Plinius, paragraaf 13 en 14. In het voorafgaande heeft Plinius verteld dat zijn oom Plinius Major, dat hij naar Stabiae is gevaren, naar een meneer Pomponius. Hij kan daar makkelijk komen omdat hij wind mee heeft. Die Pomponius kan daar zelf niet weg, omdat die dan dus tegenwind heeft. Kijk even in het op het kaartje in de vertaling, staat dat in de werkvertaling. Plinius is die oom dus, die is bij Pomponianus aangekomen. En daar gaat hij net doen alsof het allemaal niet zo heel erg is. Interim, dus op het moment dat die Plinius bij Pomponius in Stabiae is aangekomen. Ondertussen, werkwoord staat daar, relukebant in het imperfectum, dus situatiebeschrijving, lichten op. Onderwerp zijn flammai, vlammen en hoge branden. Ondertussen lichten vlammen en hoge branden op. E Vesuvio, uit de Vesuvius, uit de mons, de berg, de Vesuvius, pluribus op plaatsen, pluribus locis op meerdere plaatsen. Eén woord vergeten, dat is latissimai, van latus, breed, latissimus, erg breed, congrueert met flammai, dus zeer brede vlammen en hoge branden. Parallelisme, die lichtten in de verleden tijd op. Waarvan de gloed, fulgor, en de helderheid, excitabatur, werd aangespoord, werd versterkt. Tenebris, ablativus van tenebrae, door de duisternis, noctis, genitivus van de nacht. Ille, dus die oom. Werkwoord staat, even kijken, daar. Dictitare, dat is een werkwoord wat is afgeleid van dikere zeggen. En dictitare, dat is dan telkens zeggen. In het imperfectum nog meer nadruk op dat hij dat steeds maar bleef doen. Hij bleef zeggen. Daarvan afhankelijk een ACI. Ignes ardere, dat vlammen, dat die vuren branden. Dat die vuren en de villa's branden. Dat en, dat staat daar, achter deserta's. Dat is de hoofdstructuur. Dus hij bleef maar zeggen dat die vuren branden. Die vuren die achtergelaten waren, die verlaten waren door de paniek. Van de landbevolking. Agrestis betekent ruraal, op het land levend. Agrestes zijn dus boeren, boerenbevolking, die de genitivus. Dus hij bleef maar zeggen dat door de paniek van de boerenbevolking verlaten vuren en de landhuizen die verlaten waren, dat die in brand stonden, dat die stonden te branden per solitudine, door eenzaamheid heen, letterlijk, in eenzaamheid. Dus daar is niemand meer. Dat is wat Plinius voortdurend zegt. En tenslotte geeft hij de reden waarom hij dat zegt, tot genezing, letterlijk, remedium van angst. Formidinis is eigenlijk een genitivus van formido, vertaald met om de angst weg te nemen. Letterlijk staat er dus tot genezing van angst. Toen dedit, gaf hij C zich aan rust. Hij gaat dus slapen. Et quievit, en hij sliep. Werkelijk quidem, met een verissimo somno, hoort bij elkaar, met een zeer echte slaap. Dus hij gaat echt slapen. Want de bewegingen van zijn adem, staat hier letterlijk, meatus is van groep 4. Het is hier het enkelvoud hier, erat, ab is audiebatur. Dus het meatus hoort bij audiebatur. De beweging van zijn adem werd gehoord. Want de beweging van zijn adem werd gehoord. Door die mensen die op versa bantur, die zich ophielden, limini, bij de drempel. Kennelijk staan er mensen buiten die het merkwaardig vinden dat die oom daar zo rustig ligt te slapen. Want zijn ademhaling, qui die, antecedent van dit qui is dat meatus, dat is een ademhaling die bij hem, voor hem, vanwege
de grootte, de omvang van zijn lichaam nogal zwaar en nogal luidruchtig was. Gravior en sonantior, comparatives vormen die meestal zwaarder of luidruchtiger betekenen, maar hier betekenen tamelijk zwaar en tamelijk luidruchtig. Dus die oom die is nogal dik, zeg maar, en zijn adem is zwaar en luidruchtig. Hij snurkt en dat kunnen die mensen die buiten staan, kunnen dat horen. Even vanaf het begin, want de beweging van zijn adem, die bij hem vanwege de omvang van zijn lichaam nogal zwaar en nogal luidruchtig was, die werd gehoord, die ademhaling, door die mensen die op Versabantur, die zich ophielden bij de drempel van het vertrek waar die Plinius ligt te slapen. En dat vertrek dat heet een diaita, een appartement. Maar de area, de binnenplaats, dat is een binnenplaats van het Romeinse huis van Pomponius. Dus van waaruit ex qua dat vertrek ad ibatur werd benaderd, staat er letterlijk, waar je dus naar binnen kon. De binnenplaats waarop de ingang van dat appartement uitkwam, is de bedoeling. Die was Surexerat, die was van Surgre is dat, oprijzen. Die was al zo opgerezen, omhoog gekomen. Zo dat is de hoofdconstructie, die was die was al zo omhoog gekomen door as en gemengde puimstenen. Gemengd betekent natuurlijk die puimstenen die gemengd waren met die as. Uit die berg komt allerlei rommel en die valt in die binnenplaats neer, waardoor die binnenplaats omhoog komt. Dus die binnenplaats die was al omhoog gekomen, zo al door de as en daarmee gemengde puimstenen gevuld, was die omhoog gekomen, dat een uitweg, een exitus negaretur, letterlijk ontkend werd, geweigerd zou worden, dus dat je niet meer weg zou kunnen, si longior, als de mora, het oponthoud, zou zijn, asset moet je aanvullen, als het oponthoud in cubiculo, in de slaapkamer, nog langer zou zijn. Dus die mensen buiten, moet je je voorstellen, die staan te wachten. Laat die man wakker worden, want we moeten hier weg. We kunnen er dadelijk niet meer uit.